Dit is een nieuwsuitzending over wat ik... Dat is een echte nieuwsuitzending. Dus, want ik heb het gisteravond meegemaakt. Ik was weer eens in de kroeg. Want ik zit altijd in de kroeg. En dan komt er een man tegenover mij zitten op het terras. En die man die kende ik al. En die stinkt altijd naar paarden. Of stinkt, ja, ruikt naar paarden. Zo'n paardeneigenaar. En die heeft wilde plannen. En die gaat iets beginnen in... Of die ging iets beginnen in Cuba. En hij zei dus gisteravond tegen mij... misschien niet. In Cuba schijnen de prijzen ook te stijgen. Oké. Nou, dus ik lekker met die man een beetje kletsen. En we zaten buiten, dus ja, ik rook een beetje die paardenlucht. Maar ja, ik vind het ook niet vies of zo. Zoals mijn vader vroeger zei, over mijn wijle vader. Van, kijk, stront, het ligt eraan of het stinkt. De stront van varkens, dat kan behoorlijk stinken als je die varkens slecht te eten geeft. Hè? En je eigen stront ook. Maar goed, die paardenlucht die zat om die man heen en we zaten lekker buiten. En toen heb ik, denk ik... tegen hem gezegd dat ik een christen ben. Nou, toen kreeg hij een big smile. En toen trok hij een stukje van zijn overhemd, uit zo'n heel mooi overhemd had hij aan. Heel goed gekleed, hè. Hey, je bent paardeneigenaar, je bent stinkend rijk, hè. Hij doet zijn overhemd omhoog. En dan laat mij zijn broekriem zien. Nou, en wat ik toen zag... Heb ik dat nou in één keer? Ja, natuurlijk had ik dat nou in één keer. Kom op, ja. Zag ik dus dit. Wat je hier ziet. Ja, ik wil even openklikken. Dit dus. Ik zat op het terras van het streetcafé in Arnhem. Met een fucking vrijmetselaar. Ja, erg leuk. Hij had er ook geen enkel probleem mee dat ik een christen was. Want daar staat toch ook een G. Weet je wel, van... Hij is een... Dat zei hij ook nog. Ik zei dus... Er kwam er iemand die wilde erbij zitten. Ik zei, dat kan je wel doen. Maar hij is een vrijmetselaar en ik ben een christen. En ik zeg dan een k... Ja. En hij, die vrijmetselaar, die verbeterde dat. En die zei... Hij is een christen. Ja, kortom, was een hele gezellige avond. En dan zat ik te denken van... Ik zou een toespraak kunnen houden voor die vrijmetselaarclub van hem. Dus volgens mij zijn dat allemaal hele aardige mensen. Wat hij van plan was in Cuba ga ik jullie niet verklappen. Want anders gaan jullie dat zelf doen. En dan is hij zijn idee kwijt. En als hij dat niet in Cuba gaat doen, dan gaat hij dat wat doen in Somalië of zo. Een hele positieve jongen. En hij snapt natuurlijk totaal niet waarom ik christen ben. Hè? Of christen ben. Hè? Want ik heb hem verteld dat ik bij die loge ben geweest. En hij wilde gelijk weten welke loge dan. Hè? Ik ben bij die loge geweest. En daar heb ik dus een stukje op het internet gezet. Ik heb dat niet aan hem verteld. Maar daarin heb ik die mensen echt een beetje, een klein beetje afgezeken. Ja, aan de andere kant, dat zijn vrijmetselaars, dus die moeten toch ergens tegen kunnen. Dus dan dacht ik van, als ik nou eens aan hem vraag, mag ik een avondje komen spreken? 3 kwartier. En dan valt iedereen toch in slaap. En dat doe ik voor 3 jenever en een vol glas water. IJsklontjes hoeft niet. Een beetje water is wel handig. En hoe zou die dan luiden? Nou, dan zou ik als volgt beginnen tegen die mensen. Van luister, mijn kinderen. Er is een duidelijk onderscheid tussen het idee en de uitwerking daarvan. Dat zien wij. Maakt niet uit wat voor een idee het is. Maar je hebt een idee en je hebt de uitwerking. En de uitwerking dient... te zijn zoals het idee. Dat lijkt me toch logisch. Hè?
Je kan toch niet zeggen, ik heb een idee en we gaan een vliegtuig bouwen. En dan kom je even later kom je aanwandelen en dan wordt er naar beneden gewezen. En dan ligt er iets wat lijkt op een onderzeeboot. Ja, want die heeft ook vleugeltjes. Ja, maak je nou een vliegtuig of een onderzeeboot? Wat was het idee eigenlijk? Ja, ideeën wegen niks. De realiteit daarentegen wel. Nou, dan heb je een fenomeen onder ons. En dat zijn regelrechte, wat wij dan nu noemen, geesteszieken. En vroeger heette dat psychopaten. Maar dat is Grieks. Wij kunnen nu gewoon zeggen geesteszieken. Want we praten hier Nederlands. Tenminste, ik probeer Nederlands te praten en jullie proberen Nederlands te verstaan. Je hebt geesteszieken. En die zitten dus hier. En die doen maar wat. Ideetje dit, ideetje dat. Oh, de uitvoering is mislukt. Oh, we slaan allemaal nergens op. En we denderen lekker door met ons volgende idee. Nou, dat kan niet. Dat is een soort theorie van de eeuwigdurende oersoep. Je doet maar wat. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar wat doet. Nou, daar is in onze geschiedenis, dit is de toespraak voor de vrijmetselarij, daarin is onze geschiedenis veranderd. 6000 jaar geleden, denk ik zo'n beetje. En het oudste geschrift, dat heette I Ching. Het boek der veranderingen. Dat is opgeschreven in Chinees, Mandarijns. Een soort van cartoon language. Een taal met 26.000 verschillende symbolen. Een soort van combinatie tussen Turks en Groenlands en een beetje Fins erbij en een vleugje Hongaars en dat alles uitgewerkt in cartoons. In die taal is het boek der veranderingen opgeschreven. En het boek der veranderingen, dat dicteert de lezer heel streng en zegt van ja. Want het is een orakel, laat ik het daarmee beginnen. Het is een orakel. De bedoeling is dat je moet muntjes gooien, of je kan het op het internet doen. Je kan de website naar voren halen, maar dat doet er helemaal niet toe. Je doet het maar lekker zelf met muntjes. Liefst met je vrouw erbij. En kijk wat er staat. Het is een orakel. En de kunst van de I Ching, het boek der veranderingen, is dat het je iedere keer een mogelijke aanwijzing geeft om de situatie waarin jij zat toen je dacht, oh, ik ben zo verdrietig, ik ga de I Ching gooien. Hè? Nou, wat voor oplossingen zijn er überhaupt? De I Ching is een soort fortune cookie. Die kan je gewoon trekken en er zal nooit in staan. Dat je denkt van, oh, dit zat in de I Ching. Nou, dan ga ik nu naar beneden. Ik ruk die deur open van die benedenbuurvrouw en ik sla die kerel in elkaar. Nooit. De I Ching is een boek dat gaat over ethiek. Over het respect dat je dient te hebben voor het feit dat je leeft. En daarin heb je dingen te accepteren. Niet alles gaat goed. Maar niet gelijk boos worden. Hou je tot jezelf. En na de I Ching kwam er een samenzijn van twee mannen die elkaar van tevoren niet gekend hadden. En de ene was een lapswans, net als ik. En ook zo'n gerben zonder land. En zonder verwachtingen. En die man heette Lao Tse. Hij is de veroorzaker, de stichter van het Taoïsme. En Tao, op zijn Chinees, betekent de weg.
En ik ga naar het christendom toe. En dan snap je wel dat ergens in het Nieuwe Testament staat, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of was het nou? Nee. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ja, precies. En Lao Tse, die praktiseerde dat. Hij schreef helemaal niks op. De Tao Te Ching die hij heeft opgeschreven, dat was verplicht. Omdat een of andere zeurneus die bij de poort stond en die zei van jij ziet er zo happy uit, ik wil dat jij pas weggaat als je opschrijft wat je nou bedoelt. Wat slaat het op wat je doet, idioot? Dus hij werd gedwongen tot het schrijven van het Tao Te Ching. Dat is best een heel mooi boek hoor. Heel zuiver. Dan had je Confucius en dat was een moraalfilosoof. En die zag in van, nou kijk, het koningsdom is helemaal niet zo dom als de koning zich maar A, B, C, D, E gedraagt. Confucius is erg interessant. Daarna, 300 jaar daarna, kreeg je Boeddha. Gautama de Boeddha. Dat was een aristocraat. Aristocratische familie. En hij kwam op zijn 18e of zo, kwam hij voor het eerst buiten de poorten. En toen zag hij de armoede. En toen kon hij niet meer terugkeren binnen de poort. Hij kreeg een gewetensconflict en ging op zoek. En Boeddha kwam met het mooie begrip hechting. Dat is een heel duidelijk ding. In de I Ching staat zoiets moois. Dan moet je maar een beetje. Ga maar gewoon de I Ching trekken. Dat maakt echt niet geen drol uit. Hè? Niet bang voor zijn. Er staat altijd iets moois in. En er is een ding in de I Ching en die zegt: Je bent als de zon in het middaguur. Dat betekent dat de zon op de hoogste plek staat. En dan is gelijk de volgende: wees niet bedroefd. Daar kan je het mee doen, hè? Als je de I Ching trekt. Dus hecht je niet aan de zon die op het hoogste uur staat. Dat staat daar. En Boeddha heeft gedicteerd: want pas op met de hechting. Als je hecht, dan betekent dat, dan houdt dat in dat jij denkt dat dingen op een bepaalde manier moeten zijn. Zoals de zon die dan bovenaan, midden op het middaguur, bovenaan lekker warm. Maar die gaat dus weg. Je mag je niet hechten aan dingen die er zijn. Want ze gaan allemaal veranderen. Wat denk je nou? Dan kan je tegenin brengen van ja, in het Oude Testament daar stond dat Joshua, die zei, zon sta stil. Ja, maar dan was hij wel wat aan het doen. Hè? En dat ben jij ook niet elke dag. Dus elke dag gaat eigenlijk de zon gewoon onder. En hij staat op zijn hoogste punt. En dat kan bezwaarlijk zijn voor een mens. En het grappige is, dat heet dan synchroniciteit, dat je, als je de I Ching op een goede manier leest, dat je er altijd wat positiefs uithaalt. Zelfs erg toevallig. Maar terug naar Boeddha. Boeddha waarschuwde voor hechting. Want pas daarmee op. De wet van Boeddha is dat hechting dat leidt tot hebzucht. En hebzucht leidt tot moordzucht. Onthoud je van dat terrein. Doe dat niet. Boeddha sprak nooit over God of zo. Hè? Dus Boeddha is pre-christelijk. In die zin ook een beetje grof, hè? En daar komen ze dadelijk aan toe.
Boeddha die waarschuwde voor hechting. En Christus Jezus, die zou 300 jaar na Boeddha deze aarde gaan bewandelen, die heeft dat begrip hechting uitgelegd, vervangen, ingevuld met het begrip zonde. Wat verhip te veel lijkt op het begrip zijnde. En zijnde is de materie. Je kan zeggen het vrouwelijke, de mater. Niet vrouwelijk opereren. Niet hechten, niet zondigen. In jezelf blijven. En Christus Jezus die heeft gezegd, kijk jongens, jullie klaujaars. Jullie snappen er helemaal niks van. Jullie zitten te luisteren naar een stelletje schriftgeleerden, fariseërs, sadduceërs, stomme Romeinse soldaten die de munten terug willen hebben die hun eigen keizer heeft uitgegeven. Geef die munten terug aan die klojo. Christus Jezus heeft gezegd, het zondigen, daar is eigenlijk niet zo'n groot probleem mee. Zijn apostelen hebben dat gezegd. Ik kom eraan toe. Hè? Want Christus Jezus is gestorven voor onze zonde aan het kruis. En nu dadelijk even terug naar die vrijmetselarij. In de vrijmetselarij wordt gezegd, je bent onze vriend als je maar één ding of geen ding aanbidt. Zoiets. Het maakt niet uit. Je mag als Mohammedaan, dan kun je zo naar binnen hoor. Als Hindoestaan ook. Nou, ik weet het niet. Misschien wel. Dat je Krishna aanbidt. Die waarheid is er ook. Er is maar één oorzaak van het ene. Er is maar één ding, dat noemen wij het universum. En met die Lucifer, Luciferiaanse telescoop zitten we te kijken naar het universum. Maar er is maar één universum. Daarom heet het ook universum. Dus is er ook maar één oorzaak. En dan spreek je tenminste iets van de waarheid. Christus Jezus had het niet per se op met termen als Yahweh of whatever. Christus Jezus, volgens de mythe, dat moeten alle vrijmetselaars met me eens zijn. De mythe mag gerespecteerd worden. Volgens die mythe had hij het nooit over God. In Matthäus 6 staat het gebed Onze Vader. En als je Matthäus 6 vanaf het begin af aan leest, dan snap je wel dat dat een koekje voor het slapen gaan is. Maar dan wel het hele koekje. En die katholieke kerk die heeft er een stukje van afgeknipt. Dus dan heb je niet het hele koekje. Het Jezus koekje. Het Jezus koekje. Wat je echt kan bidden. Want iedereen mag akkoord gaan met het feit dat er maar één oorzaak is van deze wereld. Want er is maar één wereld, er is maar één universum. Er is maar één sterrennacht. Dan kan je zeggen, ja, maar mijn collega die heeft LSD genomen en die zag een hele andere sterrennacht dan ik. Ja, had jij maar ook LSD moeten nemen. Maar er is maar één sterrennacht. En die is voor ons allemaal. Er is dus ook maar één oorzaak van dit geheel. En die noemen wij God. Dus dat mag je best doen, maar niet de hele tijd.
En het beste is om dat via Christus Jezus te doen. Omdat Christus Jezus, dat hij dus zei van ja, je moet geen onderscheid maken tussen mij en God. Want ik ben zijn zoon. En dan nagel me maar aan het kruis, laat me maar bloeden. I don't effing care. Doe het maar. Try me. Yeah, try me. Probeer mij uit. Hij heeft het er gewoon op aangestuurd. Hij is opzettelijk, heeft hij zichzelf laten. Ja, hij voelde helemaal niks. Zat alleen maar te kijken naar die mensen om hem heen. En na te denken over het feit dat hij de Heilige Geest zou gaan sturen. Want dat had hij beloofd. En belofte maakt schuld. Dat wist Christus Jezus als een sodemieter. Hij heeft, of diets mag zaken, hij heeft zijn volgeling zegt, als ik niet heen ga, mijn lichaam moet doodgaan, maar als ik niet heen ga, dan kijk de Heilige Geest niet stuur. Aan de andere kant, als ik wel heen ga, dan zal ik erop toezien dat hem komt. En daar zit een hele diepe waarheid in. Want waar hebben we mee te maken? Christus Jezus schijnt geboren te zijn volgens de katholieke kuddekerk op 25 december of zoiets. Kerstmis. Winterzonnestilstand. Dat is in regelrecht conflict met wat er in de Bijbel staat, in het Nieuwe Testament. Want de herdertjes lagen bij nachten. En denk jij nou echt dat in die tijden, daar in wat we nu Israël noemen, dat het daar 25 december lekker buiten slapen was? Of heb je dan last van hongerige wolven? Ja, zeg maar even, gaan we even nadenken. Ja? Leeuwen, die denken van, gadverdakkie, wat is het koud zeg, ik wil een snackbarretje. Ja? Dan ga je buiten liggen met je schapen? In volle veiligheid? Bij de winterzonnestilstand? Wat voor temperatuur is dat dan? Die herders waren gek geworden of zo? Denken ze dat de leeuwen geen honger hebben? Als de zon op de laagste punt staat en alles is weg en dan gaan ze met een hele kudde gaan ze wel lekker buiten liggen. Van pak maar een schaapje wat je zin in hebt. Denk even na. Laat het even op je inzinken. De vermoedelijke geboortedatum, als dat überhaupt belangrijk is, dat moet in de nazomer geweest zijn. Dan kon het nog wel. Al die leeuwen hadden zich volgevreten. En dan neem je de schapen neem je mee in de kooi. En dan krijg je al leeuwenhonger natuurlijk. Van, hé, waar zijn die schapen? Het was zo lekker eten, maar nu zitten ze allemaal in de schaapskooi. Ja, natuurlijk. We zijn hier toch niet op aarde om de leeuwen te voeren. Ik probeer zo duidelijk mogelijk tegen jullie te praten. Jullie vrijmetselaars en alle toeluisteraars. Wat ze gedaan hebben, ze hebben de mythe. En ik hou het heel erg zuiver. Dat is niet aan Jurre Kliesman luistert mee, dat weet ik wel. En hij zal zeggen van nou jongen. Hè? Maar we houden het op de mythe. Want dat is de consensus. Hè? Daar kunnen we het over eens zijn. Er is een mythe geweest van Christus Jezus. En daar hebben we al 2000 jaar last van. Ongeveer. In de zin van de katholieke kerk. En waarom is dat dan? Nou, dat komt
Omdat Christus Jezus gezegd heeft. Dat is een aanvulling op Boeddha. Dat neemt Jorik Liesman mij waarschijnlijk ook niet in dank af. Die moet er ook weer over nadenken. Krijg ik daar weer ruzie mee, maar niet echt. Want het is mijn vriend. En dat maak ik wel goed. Desnoods breng ik hem een halve liter jenever. Maar het is een voortzetting van Boeddha. Christus Jezus heeft gezegd, als je zondigt, en wat je helemaal niet moet doen natuurlijk, hè? Dat moet je gewoon helemaal niet doen. Je moet gewoon zonder zonde zijn. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Zo moet je zijn. Je moet niet zondigen. Dan hoef je ook geen vergeving te vragen, dan ben je overal mee klaar. Jezus zei, als je zondigt, dan kan je op drie manieren zondigen. Je kan zondigen tegen mijn vader, die ik ben. Maar mijn vader, die trekt zich daar geen sier van aan. Daar is geen vergeving voor nodig. Van, oh heilige vader, ik heb een watje gegooid tegen een granietenblok. Ja. Denk je dat een granieten blok last heeft van jouw zonde tegen hem? Tuurlijk niet. En hij zei ook, Christus Jezus, het is zijn woorden, je kan ook zondigen tegen mij. Maar, sorry, hè? Hoezo kan je zondigen tegen mij? Ik ben laatst uitgemaakt voor een communistische, saaie droplulstoephoer. Nou en? Dat is een mooie opeenzetting van frasen. En ik zit aan die mensen te kijken en denk, oké, joh. Of racist of zo. Of gewoon een stomme eikel. Ja, dat mag je mij ook noemen. Wat doe ik, hè? En Jezus had ook zoiets. Want je kan mij wel lopen afzeiken, maar... Je kan God lopen afzeiken, je kan mij lopen afzeiken met je gedrag, dat heet zondigen. Maar dat wordt jou, dat is water onder de brug, jongen. Het gevaar zit hem in het zondigen tegen de Heilige Geest. En daarmee bedoelt Christus Jezus van, hij is gestorven voor onze zonden. Dus wij zijn allemaal zondevrij, omdat hij voor onze zonden gestorven is. En dan komen er allerlei kleine groene blaadjes komen omhoog. En dat heet de Heilige Geest. Hè? Dat komt onder ieder van ons. Zelfs degene die wij zouden bestempelen als de grootste zondaars. Van, au, maar dit is echt een tuthola, jongen. Ja, pas er voor op, hè. En dat komt allemaal omhoog. Dat zijn hele kleine dingen. En voor jullie vrijmetselaars wil ik dit natuurlijk logisch onderbouwen. Want anders denken jullie alleen maar dat ik zit te kwijlen over de Bijbel. Natuurlijk niet. Want het klopt. Ik zal het jullie uitleggen. Wat Christus Jezus heeft gezegd, of wat er van hem opgeschreven is, wie het nou precies geschreven heeft, doet er niet toe. Maar dat wat er geschreven is, dat klopt. En in de 18e eeuw was er een Duitse man en die was vrijgesteld van arbeid. Die hoefde alleen maar de professor uit te hangen. In, wat zat hij nou weer, die... Het gaat over Immanuel Koningsbergen. Koningsbergen, daar zat hij. Met dat parabel, die puzzel van... hoeveel bruggen over Koningsbergen kan je verbinden met één lijn of zo. Daar zat Immanuel Kant. Immanuel Kant heeft een boek geschreven in 1781. En jullie vrijmetselaars die zo ontzettend slim zijn... jullie weten natuurlijk gelijk... Dat was dus 5 jaar
nadat de Jezuïeten Noord-Amerika hadden overgenomen. Of daar een voet tussen de deur hadden gekregen. Ja, en als je een Jezuïet een vinger geeft, dan nou, de rest van je hand is ook van de Jezuïeten. Maar in 1781 heeft hij dat werk geschreven, Kritiek der reinen Vernunft. De kritiek, op zijn Nederlands moet je zeggen, de kritiek van, en dan tussen haakjes, en op, het zuivere verstand. En dat tussen haakjes, dat is in het Nederlands, dat ziet er niet uit. Maar op zijn Duits heb je geen haakjes nodig. Kritiek der reine Vernunft. Daarin maakt Immanuel Kant duidelijk. Zijn openingsfrase is: alle kennis begint met ervaring. Ik vertaal het nu even uit mijn hoofd. Ik ga het ding er niet bij halen. Ik heb dat voorwoord voor de. Ik heb dat bij de Jezuïeten gezeten. Ik begin op te stotteren. Ja. Ik heb dat voorwoord bij de tweede editie in het Nederlands moeten vertalen. Samenvatten. Ook nog een keer. Ik ken het werk. Dus alle kennis begint met ervaring. En Kant, Immanuel Kant, sorry, heeft heel goed uitgelegd dat er een heel groot probleem is met onze kennis. Hij heeft gezegd, het weten moet ruimte laten voor het geloven. De volgende keer zeg ik hem op zijn Duits. Maar op zijn Nederlands versta je het denk ik ook wel. Hè? Het weten moet ruimte maken voor het geloven. En dat volgt direct uit zijn werk. Dat kan niet anders. Als ik het in het kort mag samenvatten om het interessant te houden voor een nieuwsgierige vrijmetselaar. Het zit als volgt in elkaar. Kant is begonnen met een strikt onderscheid te maken tussen de ene soort zinnen en de andere soort zinnen. Dus je hebt zinnen, frasen. Nou, en die ene manier, dat is dat je analytisch praat. Bijvoorbeeld a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Dat is een analytische zin. Er zit iets onder, namelijk dat je het hebt over een driehoek. Een rechthoekige driehoek. En als je tekent een rechthoekige driehoek en je zet er zo'n symbooltje in van deze hoek is orthogonaal. En dan weet je a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Kortom, Immanuel Kant vond wiskunde uitermate saai. Dat waren tautologieën. Dubbelzeggingen. Anders gezegd, je kan ook gewoon een tekening maken voor een klas. En dan zet je zo'n symbooltje links onderin bij de rechterhoek. Dan moet je een extra hoekje maken. En dan weet de hele klas dat die orthogonaal is. En dan ben je klaar met je verhaal. Je moet A en een B en een C. En iedereen snapt wat je bedoelt. En om het nog een keer te herhalen, ja, waar slaat het op? Alle wiskunde is tautologisch. Ook een opmerking als zaken zijn zaken. Natuurlijk is dat waar. Ja, hè? Dus als je een rechte hoek hebt, is A-kwadraat, B-kwadraat, C-kwadraat. Ja, hallo, mijn dochter was 12. En heeft ze dat mij gewoon bewezen. En ik was blij verrast. Het is tautologisch. Zaken zijn zaken. Werken is werken. Hoeren zijn hoeren. Duiven met een mankepoot zijn duiven met een mankepoot. Ja. Oké? Okay? Dat is geen informatie. Nou. Dus
Immanuel Kant die schoof al die zinnen, al die analytische zinnen, die gewoon waar zijn vanuit de taal, aan één kant. En vroeg zich af, wat hou ik over? Nou, die zinnen die hij overhield, noemde hij synthetische zinnen. Zoals, Piet is in de keuken. Want dat is informatief. Want dan weet je waar Piet is. En die Immanuel Kant die ging wat doormijmeren. En die kwam dus op. Ja, hij zei dus, kijk, als je zegt Piet is in de keuken, zo'n zin is waar of niet waar. Hè? Dus, iemand zegt Piet is in de keuken, nou dat mag altijd. Maar als Piet niet in de keuken is, is de persoon in kwestie, die heeft te veel LSD gehad, of die is net van het balkon gevallen, of weet ik veel, whatever. Er was iets mee. Maar Piet is niet in de keuken. Dus de zin, Piet is niet in de keuken, is dan op dat moment niet waar. Over 3 maanden misschien wel, maar nu niet. Dus alle synthetische zinnen, die kan je controleren. Daar kan je een experiment voor doen. En dan komt Immanuel Kant met een geweldige. Namelijk het begrip posteriori en a priori. Nou, posteriori, dat zijn zinnen zoals Piet is in de keuken. Dat moet je controleren. Is dat wel zo? Is Piet in de keuken? Ja, de keuken. Ja hoor, Piet is daar. Ja. Oké, die zijn achteraf te controleren. Als iemand tegen jou zegt, eikels zijn eikels, dan hoef je dat niet te gaan controleren. Want dat is een zin die is a priori. Van tevoren. Dus posteriori is achteraf. En a priori is van tevoren. Dus als iemand tegen jou zegt, stoepboeren zijn stoepboeren, dan zeg je tegen zijn vent, ja natuurlijk joh. Wil je nog wat van me drinken? Voordat je zo'n kerel te boos krijgt. En Kant had besloten voor zichzelf dat dus analytische zinnen, die zijn allemaal a priori. Daar weet je van tevoren van dat ze waar zijn. En alle synthetische zinnen, alle synthetische frasen, die zijn a posteriori. Ja, en toen stuitte hij dus op een heel merkwaardig probleem. Fenomeen, mag je ook zeggen. Als je dyslectisch bent, dan spreek je niet over het een of het ander. Probleem, fenomeen, ja, zeg maar. Allemaal hetzelfde. En waar hij op stuitte was, de waarheid, die luidt, dubbele punt, gevolgen zijn voorafgegaan door oorzaken. En vice versa. Dus oorzaken hebben gevolgen en andersom. Dat kan je niet bewijzen. Dat is best vervelend. Dus synthetisch kan je het lekker vergeten. Want als iemand zegt Piet is in de keuken, dan kan je kijken of die gelijk heeft. Als iemand zegt oorzaken hebben gevolgen, Dat is gewoon, ja natuurlijk is dat zo, maar dat kan je niet bewijzen. En daarmee stuitte hij op het begrip synthetisch a priori. Die had hij te pakken. Immanuel Kant was geen kleine jongen. Toen hij overleed, toen hij wegging, heen ging, whatever,
waren over zijn werk de kritiek de reine vernoemd. 500 publicaties gemaakt. Iedereen fulmineerde tegen hem in. En waarom eigenlijk? Nou, dat is heel makkelijk uit te leggen. Want Immanuel Kant, die zei dat ons waarnemingsvermogen gebaseerd is op die wet. En die wet kunnen wij niet bewijzen. Wij kunnen de wet van oorzaak en gevolg niet bewijzen. Wil je hem weerleggen? Zoals een goochelaar. Die zegt van, hey, een konijn uit mijn hoed, uit het niets. Of zoals Charles Darwin. Hè? Charles Darwin, die familie, die zeurneuzen, die alleen maar seks hadden met de familie Wedgwood. En je mag maar hopen dat die dames van de familie Wedgwood, van het servies, weet je wel, dat die er een beetje, ja, niet van die hangtieten, arme jongens. Maar die Darwinisten, die zeggen ook, het komt allemaal uit het niets hoor. Uit het niets maak ik iets. Ja, doe het dan. Laat me even zien. Dus dat is niet zo interessant. En Christus Jezus, de wil tot het bestaan van het universum, dat staat gelijk aan de empathie. Het geven om elkander. Daarom zijn we ook op de zesde dag geboren. De sexy dag of zo. Ik laat maar even een pauze vallen. Dan kunnen jullie even nadenken over wat ik zei. Dan pak ik de draad weer op. Want het gaat om de vrijmetselarij. En het verschil tussen de vrijmetselarij en het christendom. Kijk, het christendom, dat is het begonnen rond onze jaartelling. Naar de wil van de Heer, het was zijn enige geboren zoon. Voor de rest heb ik nooit iemand van gehoord die ook maar leek op Christus Jezus. Ik wil op hem lijken, maar ik ben al over mijn houdbaarheidsdatum, want ik ben 57. En hij zei bye bye toen hij 33 was. Ja, dat begrip van zonde, dus niet zondigen tegen de Heilige Geest. Oh, een hele belangrijke. Christus Jezus heeft gezegd, het is noodzakelijk dat ik doodga, want dan kan ik de Heilige Geest sturen. Als ik niet doodga, dan kan dat niet. Dus dan moet ik dood. Dus hij was in feite de uitvinder van de tekst van Don't cry for me, Argentina. Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik ga dood en ik stuur de Heilige Geest. En tegen die Heilige Geest mag je niet zondigen. Moet oppassen. Dus als je in een kroeg komt en je zit te zeiken tegen de bar-eigenaar. Als je de volgende keer gewoon weer geld bij je hebt, mag je opnieuw drinken. Je komt in een kroeg en je zit te zeiken tegen een andere klant. En je wordt eruit gezet. En de volgende keer kom je terug en je hebt geld bij je. Dan word je weer binnengelaten. Maar je komt in de kroeg en je gaat zeiken tegen de barvrouw. Dan kom je waarschijnlijk niet meer terug. Dan schaam je je zo diep dat je nooit meer terug durft. Terwijl die klant die je afgezekerd hebt, ja, dat was ook een eikel. En die baas dan, ja, kom op, die stomme uitbater is dat. Ik heb nog geld, kom weer terug hoor. Maar dat wat kwetsbaar is, wat zachtmoedig is, dat moet beschermd worden. Daar gaat het om.
En het christendom, de mythe, ging erom dat Christus Jezus gestorven is voor onze zonde. Dat wij ons niet meer schuldig hoeven te voelen. En pas op met je doodzonde. Maar dan nog, je leeft nog, je poept nog, je past nog, je eet nog. Het is niet zo slim geweest. Hè? Niet iets om trots op te zijn. Terwijl een keer een goed kroeggevecht met de barkeeper. Kijk die film Barfly. Van Charles Bukowski. Dan gaat hij gewoon mappen met de barkeeper. Hartstikke leuk. En dat kost hem helemaal niks. Dat levert hem alleen maar geld op. Maar die tijd van die... dat we de zondeloosheid... een beetje achterover gezegd... achterstevoren gezegd... dat we... Christus Jezus voor onze zonde gestorven is aan het kruis... die tijd is voorbij. Want hij is dood. En hij heeft gezegd... ik stuur de trooster. De comforter. En misschien houdt het wel in dat wij niet in moeten gaan tegen die katholieke kerk. En dan mag je zelf bepalen hoe je die middelste K noemt. De KKK. Die gekke racisten. Misschien moeten we daar wel niet tegen ingaan. En ons alleen maar bekommeren om de slachtoffers. En die slachtoffers troost bieden. Zoals in de Bijbel staat. Dank u wel voor het luisteren, alle vrijmetselaars. En ik hoop dat er nog iemand, één vrijmetselaar is die dit uitgeluisterd heeft. En ik moet nu even zeggen, op zijn hamburgers, maar dat is mijn normale afsluiting. Op zijn hamburgers, zag ik tjus en dag lieverds.